Er is geen situatie om naar terug te gaan. Dit gaf vicepresident Ashwin Adin gisteren aan op de persconferentie van het managementteam. Dit zei hij naar aanleiding van de overwegingen om de COVID-19 maatregelen eventueel te versoepelen, aangezien er sinds 31 maart geen nieuwe besmettingen zijn geregistreerd. De vicepresident benadrukt dat de maatregelen zijn ingevoerd om verspreiding van het virus te voorkomen. Hij zegt dat we ons bevinden in de derde fase van deze maatregelen. Dit komt volgens Adin omdat men de maatregelen niet serieus neemt. Wij als Suriname moeten beseffen dat wij niet teruggaan naar de oude situatie. Suriname, niet alleen, de hele wereld gaat er anders uitzien. De 2 meter die wij nu houden, denkt u dat dat weggaat? Denkt dat COVID ons plotseling verlaat? Dus we moeten beseffen dat als we zeggen versoepelen, versoepelen, we over iets heel anders praten. Wat versoepel je als we toch nog afstand zullen moeten houden in de toekomst? Wat versoepel je dan? Wat versoepel je als je mensen toch bij elkaar moet krijgen en er is risico? Dan gaan we meer online dingen moeten doen. We beseffen het misschien niet genoeg als gemeenschap, maar dat gaat gebeuren. Dat gaat wereldwijd gebeuren. Suriname is niet uniek. Dus als de gemeenschap u vraagt, ja, maar we willen de voorwaarden weten, waarom die maatregelen, want we willen versoepelen. Er is geen situatie om naar terug te gaan. Kijk vooruit. De maatregelen zijn daar om ons te helpen. Besperk dat ding, verspreid dat besmetting en doden niet vallen. Adin zegt dat als de maatregelen niet serieus genomen worden, de regering genoodzaakt zal zijn om verder te gaan. Hij merkte op dat vooral bij de grenzen er een dreiging heerst. Dan ga je daar strakkere maatregelen moeten treffen. Dus het komt steeds weer op deze 4 zaken, misschien nog 1, 2, maar je komt steeds daarop terug. Wat moeten we meer doen om dat te kunnen garanderen? Dan weet u waarom er fasen zijn van lockdown. De fases zijn er omdat je mensen in de eerste fase zoveel mogelijk toch hun vrijheid geeft. Zoveel mogelijk kunnen ze nog hun dagelijkse dingen doen zodat ze gewend zijn. Maar als dat niet lukt, dan ga je een fase verder. En als dat weer niet lukt, ga je weer een fase verder in toch strakkere maatregelen om die 4 zaken te garanderen. Dat was vicepresident Ashwin Adin. Hij sprak gisteren op de reguliere persconferentie van het COVID-19 managementteam.